Nijmeegse VVD wil monumentenstatus voor Keizer Karelplein om drastische herinrichtingsplannen tegen te houden. Het is gewoon hartstikke druk en het is ook omdat het Keizer Karelplein niet alleen een iconisch verkeerplein is. Het is ook het essentieel kloppende hart van de doorstroom van verkeer in Nijmegen. En verder in het nieuws vandaag. Kinderen in Beuningen worden gestimuleerd om lopend naar school te gaan. En speeddaten met de burgemeester in Heumen. Gemeente Nijmegen is druk bezig met het nieuwe mobiliteitsplan van de stad. Zo wordt het hele stationsgebied aangepakt en liggen er drastische plannen op tafel voor het iconische Keizer Karelplein. De gemeente wil hier een breder voetpad en een smaller autogedeelte. Een ontzettend slecht plan volgens de Nijmeegse VVD. Het college is van plan om het Keizer Karelplein en de Nassau-Singel en Tunnelweg te versmallen om daar meer ruimte te maken voor groen en voetgangers. Dit schrijven zij in de gebiedsvisie Stationsdistrict. De Nijmeegse VVD vindt het om meerdere redenen een ontzettend slecht idee. We staan hier nu om 1:30 op woensdagmiddag. Je kan het wellicht zien, het staat nu al rammetje vol. Wij vinden dat een bijzonder slecht idee als je dat ook nog gaat afknijpen. Voor voetgangers die al zeven van ruimte hebben, terwijl de auto nu al in de verdrukking zit. Het is gewoon hartstikke druk en het is ook omdat het Keizer Karelplein niet alleen een iconisch verkeerplein is. Het is ook het essentieel kloppende hart van de doorstroom van verkeer in Nijmegen. Het is de verbinding met de Oranjesingel naar Noord, via de Graafseweg naar Brabant en Limburg. En ja, via de Sint-Anna naar Oost- en Zuid-Nijmegen en via de Nassau-Singel naar West. Het college hoopt met een versmalling meer mensen uit de auto te krijgen en in plaats daarvan op de fiets, wandelend of met het openbaar vervoer te laten reizen. Er zijn gewoon vele tienduizenden mensen afhankelijk van hun auto om naar werk te gaan, om naar familie te gaan, om naar diensten te gaan, om mantelzorg te leveren. Er zijn gewoon heel veel redenen waarom mensen met de auto gaan. Met het plan om het verkeersplein een monumentale status te geven, hoopt de VVD het knooppunt voor altijd in de huidige staat te kunnen houden. Dan wordt het beschermd. Ja, dat is een beetje hetzelfde als een monumentaal pand. Het is heel moeilijk om daar al de kozijnen van te vervangen. Nou, doe dat ook bij dit plein. Dan kun je reparaties uitvoeren als dat nodig is. Maar dan blijft het gewoon zoals het is. Een heel belangrijk verkeersplein. Want ook volgens Walraven hoort het Keizer Karelplein nu eenmaal echt bij Nijmegen. Nou ja, vele honderden jaren terug lag het er al zo bij, was het ook al een belangrijke verkeersader. Dat is het nu nog steeds. En ja, ik denk als je de gemiddelde Nijmegenaar vraagt, Keizer Karelplein, dat ze een glimlach krijgen. Is gewoon een hartstikke iconisch verkeerplein. Zelfs de gemiddelde Nederlander zal het wel weten. Ook altijd die programma's met mensen die niet kunnen rijden, komen ook altijd over het Keizer Karelplein. Om maar eens aan te tonen van nou, probeer het hier maar eens. En iedereen die hier heeft leren rijlessen, ja, die kun je overal ter wereld in een autootje zetten. Want als je dit kan, kun je alles. Wethouder Celia Dame, onder andere verantwoordelijk voor mobiliteit en stadsvergroening, was woensdag niet bereikbaar voor een reactie. Een project om kinderen en ouders te stimuleren lopend of met de fiets naar school te gaan. Met het beloningssysteem High Five wordt de verkeerssituatie rondom basisscholen in Beuningen steeds veiliger. Bij basisschool De Peppel zijn de kinderen razend enthousiast. Tijdens de opening van het nieuwe High Five systeem wordt aan de kinderen uitgelegd hoe het systeem werkt. Dit gebeurt op een leuke en spectaculaire manier. Het doel hiervan is om de veiligheid te verhogen en kinderen te stimuleren om lopend of fietsend naar school toe te komen. We stimuleren dat kinderen meer lopend en met fiets naar school gaan. En we merken ook wel dat de school groeit, maar ook het aantal auto's groeit. Dus het is sowieso ook drukker rondom de school, 's ochtends bij het brengen en 's middags bij het halen. Dus ook het stukje veiligheid willen we daarmee stimuleren om daar meer zorg voor te dragen met z'n allen. En de kinderen krijgen allemaal een chip waarmee ze leuke beloningen kunnen krijgen. Voor de klas en voor hunzelf. Iedere dag als kinderen met de fiets komen of lopend, dan taggen ze dus bij een paal met hun eigen persoonlijke code. Ze sparen daarmee 10 punten per dag. En daarmee krijgen ze een persoonlijk budget, munten, waarmee ze zowel individuele beloningen kunnen kiezen in de webshop. Maar we sparen ook met de groep voor een groepsbeloning, wat ook weer versterkt om het met de groep te doen als doel. Super, dankjewel. De organisatie van High Five hoopt ook kinderen te stimuleren om minder met de auto naar school toe te komen. Nou, doordat kinderen meer gestimuleerd worden om ook daadwerkelijk te lopen of de fiets te pakken, denk ik dat er minder auto's naar de scholen toe gaan, als in een grote menigte. En daardoor wordt het verkeer ook meer gespreid.
Het college van de gemeente Westmaas en Waal heeft in juni besloten 2 pilotlocaties aan te wijzen voor plaatsen van jongeren ontmoetingsplekken. 1 in Dreumel en 1 in Beneden Leeuwen. Na de besluiten hebben omwonenden van beide locaties zorgen geuit over mogelijke overlast en veiligheid. De gemeente zegt deze zorgen serieus te nemen en heeft het proces in de zomer gepauzeerd. Daarmee zijn de ontmoetingsplekken nog niet van de baan. De gemeente zegt in gesprek te blijven met de omwonenden om tot een breed gedragen pilot te komen, waarbij de inbreng van omwonenden van groot belang zou zijn. Samen met professionals, jongeren en omwonenden wil de gemeente verdere stappen zetten in dit project. Komende zaterdag rijdt de historische stoomtrein weer tussen Den Bosch en Nijmegen. Dat meldt het Stoomgenootschap. Dit type locomotief heeft ook in Nederland gereden en keert nu na 15 jaar weer voor het eerst terug op het openbare spoorwegnet. De wagons zijn tot wel 100 jaar oud. De proefritten zijn voor het evenement Den Bosch onder stroom. In Nijmegen vertrekt de trein zaterdag om 10.41 uur, 12.41 uur en 16.11 uur. Telkens staat hij een kwartier stil op perron 4. In de gemeente Heumen is vandaag de week van de ontmoeting van start gegaan. Dit jaar is het thema Kom erbij. De week is onder meer bedoeld voor fijne gesprekken, nieuwe contacten of het vinden van vrijwilligerswerk. Vandaag waren alle inwoners van de gemeente Heumen alvast uitgenodigd op het gemeentehuis voor speeddates met de raadsleden, wethouders en de burgemeester. Aankomende week is het de week tegen eenzaamheid en er is extra aandacht voor de eenzaamheidsproblematiek. En hoe krijg je die minder? Door mensen te mobiliseren, op mensen af te stappen en gesprekken aan te gaan, maar ook gewoon mooie gesprekken aan te gaan. De week van de ontmoeting is bedoeld om inwoners op te roepen, elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan. De inwoners van Malden komen samen om te speeddaten. Zo leren ze elkaar kennen en hoopt de gemeente dat de inwoners meer toenadering zoeken naar elkaar. Arjen vindt het een goed initiatief. Ik vind het een heel leuk initiatief. Het is ook een heel onverwacht initiatief. En ik denk dat we er als gemeente heel goed aan doen om dit mogelijk te maken. En ik ben blij met mijn opkomst. Ik weet eigenlijk helemaal niet wat er precies uit zal gaan komen. Maar gezien de opkomst is er voldoende interesse. Dus ik vind het leuk. Ook online kan je meer activiteiten vinden om eenzaamheid te verminderen. Ook is de ontmoetingskaart online te vinden. Er zijn activiteiten. Die worden op een website geplaatst waar mensen naartoe kunnen gaan. Er is een overzicht. Er is een website Doen in Heumen. Waar iedereen zich kan oriënteren aan activiteiten. Maar ook vrijwilligers kunnen daar terecht om te kijken, goh, is er iets wat ik kan doen vrijwillig? We hebben een stuurgroep eenzaamheid die zich bezig houdt om te kijken hoe kunnen we wat beter die eenzaamheid aanpakken. Dus waardoor er extra aandacht is op het feit van hoe moeten we het aanpakken. En deze ontmoeting is eigenlijk een beetje daarop gebaseerd. Mensen weten soms ook niet van ik ga op bezoek bij de burgemeester of bij de wethouder. Maar ja, wat moet ik nou vragen? En daarom hebben wij een soort ontmoetingskaart ontwikkeld met daarop allerlei vragen, positief gerichte vragen. Om met elkaar in gesprek te gaan en een mooi gesprek te krijgen. De bewoners geven aan dat deze activiteiten noodzakelijk zijn om de eenzaamheid te verminderen. Maar het is een groot gemis. De afstand tussen de burgerij, de ondernemers en andere mensen in de gemeente. En het gemeentehuis is vaak erg groot. En dat wordt niet heel veel groter kleiner gemaakt als we doorgaan zonder niet dit soort dingen te doen. Dit is echt nodig. Ik heb goed nieuws en slecht nieuws rondom het weer. Het slechte nieuws is dat er heel veel regen aankomt. Maar het goede nieuws is dat het allemaal vannacht zal vallen. Vlak voor middernacht arriveert een fors regengebied in de regio. Morgen in de vroege ochtend trekken de laatste restjes weer weg. Morgen overdag blijft de kans op een bui bestaan, maar er is ook ruimte voor zon en stapelwolken. Tijdens zonnige momenten kan het maximaal 19 graden worden. De dagen erna daalt het kwik weer iets, maar er valt ook minder vaak regen. Enkele bui is niet uitgesloten, maar het zal vooral vaak droog zijn met de nodige zonneschijn. Wel trekt de wind aan, wat het weerbeeld wat onstuimiger maakt. Dit was het RN7 regionieuws van woensdag 25 september. Kijk voor het actuele nieuws op onze website rn7.nl of in de gratis RN7-app. Nu op RN7 zie je een nieuwe aflevering van Nu in de Bios. We zijn er morgen weer, dus graag tot dan.